Vandaag gaan we op bezoek bij Karel. En Karel is een voetbalshirtjesverzamelaar uit Zwolle. En we gaan eens even aanbellen bij hem om te kijken of hij een mooi shirtje die wij mee hebben genomen uit Deventer nog wel kan waarderen voor zijn collectie. Het is natuurlijk wel te hopen dat Karel thuis is. Ja, hij is thuis hoor mensen. Komt hij aan. Karel de voetbalshirtjesverzamelaar. Ja. Goedemorgen. Hi. Wij wilden jou een shirtje aanbieden, want we weten dat jij bezig bent met een weddenschap om 250 voetbalshirtjes te verzamelen. Dat klopt. En als echte Zwollenaar dachten wij van, we bieden hem een shirtje aan van de grootste aartsrivaal die er bestaat voor PEC Zwolle. Dus ik hoop niet dat je een te grote voetbalfan van Zwolle bent. Nee. Oh, perfect. Die heb ik nog niet. Ja, hartstikke mooi joh. Maar je wilt toch niet zeggen dat je er al eentje hebt van Go Ahead? Ja, ik heb er toch eentje van Go Ahead, ja. Dat meen je? Ja. Ook dat durf ik hier in Zwolle. Ja. En wat doet jou dat? Niet zo heel veel hoor. Nee. Ik ben wel een kleine Zwollenaar, maar ik heb toch niet zo'n aversie tegen Go Ahead Eagles of zo, dat ik geen shirtje van ze wil. Dus ik ben hier heel blij mee. Nou, gelukkig maar. Kunnen we nog even naar jouw collectie kijken? Ja, natuurlijk. Kom maar binnen. Karel, vanwaar een weddenschap om 250 voetbalshirts te gaan verzamelen? Ja, dat was een keer op een avond. Zat ik met een vriend een beetje te kletsen. En toen hadden ze zoiets van, nou ja, wat is momenteel leuk? Dit zijn voetbalshirtjes. Dan zei ik van, nou, volgens mij kan ik wel heel snel voetbalshirtjes binnenkrijgen. En zo ontstond zeg maar gedachte van ja, 250 shirtjes in een jaar. En zo ben ik begonnen. Hoe ver ben je al? Ik zit nu op 160 shirtjes. Dus ik ben over de helft, ook qua tijd. We zien op de tafel al heel wat shirtjes liggen. Zijn er ook nog shirtjes waarbij je een speciaal verhaal hebt? Ja, aan heel veel shirtjes zit er toch wel een verhaal hoe ik ze heb gekregen, zeg maar. Dus vraag maar. Ik heb hier nou bijvoorbeeld een shirt van Juventus. Ja, vertel, hoe kom je daaraan, Juventus? Juventus, nou, ik heb eerst de Nederlandse clubs, gemaild. In het Nederlands natuurlijk. En toen dacht ik, ja, ik wil ook wel wat buitenlandse clubs en shirts hebben. Dus zodoende heb ik via ben ik in contact gekomen met een oud speler die nu in Italië woont. En die heeft van mij de mail vertaald. En zo heb ik de Italiaanse clubs een mail gestuurd. En op een dag kwam er een pakketje binnen en er stond Juventus op. Ik dacht, het zal toch niet waar zijn. En toen zat er een prachtig shirt in van Juventus met allemaal handtekeningen erop. Dus ja, daar ben ik wel heel blij mee natuurlijk. Aan welk shirt zit er nog meer een verhaal? Ik zie daar ook iets met Chinese tekens liggen. Ja, dat is ook wel een leuk verhaal. Dit is een heel oud shirt van PEC Zwolle, toen nog 82. En via Twitter ben ik bij Michel van Oostrum terechtgekomen. Mm-hmm. En die was meteen enthousiast. En die heeft dit geweldige shirt, oude shirt, opgestuurd. Ja, daar ben ik wel heel blij mee.